Also, you know, seeing the fans. I think also what is very beautiful is, you know, you come here and there are so many grandstands and you can almost see the whole track. And I think just the whole atmosphere because of that is great. So I think for a driver, it's great, especially for us, you know, being a home circuit for us. But also for the fans, it's a great atmosphere to be around. Coureur Milo Metz kan die geweldige atmosfeer dan ook alleen maar beamen en voelt zich als Verstappen-fan dan ook erg thuis in Oostenrijk. Ja, het is gewoon echt alsof je je in Nederland waant. Alleen dan met alleen maar Max Verstappen-fans. Want ja, laten we wel wezen, ik denk dat 90% Max Verstappen-fan is die dit weekend in Oostenrijk is. Dus die sfeer, iedereen heeft natuurlijk maar één doel. En dat is Max Verstappen het podium juichen. En dat die oranje menigte een positief effect heeft op de prestaties van de Limburger is duidelijk te zien in de cijfers. 10 optredens op dit circuit, 4 keer gewonnen, 2 tweede plekken en 1 keer derde geworden. Dat is een hele mooie balans, kun je zeggen.